De NIC-aanhang is stil als Kasper Boom. Hier de ruststand op 10-14 bepaald. En met de 18-jarige Rosemiek Harrewijn met nummer 14 voor de geblesseerde Jessica Sinema kijkt u naar de eerste 12 minuten van de tweede helft. Dit is Henko Pullen, 10-15. En dan vanuit de hoek, George Keij, 10-16. Janine Pullen, 10-17. De strafworp, Henko Pullen, 11-18. George Keij, 11-19. En Kasper Boom, 11-20. Ja, dan is de wedstrijd natuurlijk gelopen. Het laatste doelpunt is voor Nick. En het is topscorer Friso Bode. Hij bepaalt de eindstand op 17-23. Vreugde in het Drentse kamp. Het Nijveense sprookje duurt voort. Het blijft hopelijk een sprookje, ja. Als ze zo doorpakken, dan kan er weinig fout gaan. Maar ja, elke wedstrijd is een andere wedstrijd. En van het weekend staat Kogels en Dijk op het programma. En dat is natuurlijk een hele andere ploeg. En titelkandidaat en wij zijn degradatiekandidaat. Dus ja, dat is een wereld van verschil. We zullen zien wat we kunnen halen.